Yo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Ik mocht met Yves naar het Nederlands kampioenschap dressuur en ik ga jullie er alles over vertellen en laten zien. Dus blijf kijken! Een tijdje geleden heb ik regiokampioenschappen gereden met Johnny en met Yves. En als je mee wilt doen aan een Nederlands kampioenschap, moet je je überhaupt eerst selecteren voor een regiokampioenschap. En elke regio heeft zijn eigen selectiewedstrijden. Dus ik woon dan bijvoorbeeld in Noord-Holland, dus ik moet me proberen te selecteren voor een regiokampioenschap in Noord-Holland. Woon je in Friesland, moet je proberen je te selecteren in Friesland, Brabant voor Brabant, Zeeland voor Zeeland en ga zo maar door. Als je naar die regiokampioenschappen gaat, mogen meestal de beste 5 naar het Nederlands kampioenschap. En ik had me geselecteerd met zowel Johnny als met Yves. En ik had me voor het Nederlands kampioenschap ingeschreven met Johnny. Maar omdat ik ineens op de weersvoorspelling 30 graden zag, dacht ik, dat moet ik niet doen met Johnny, want Johnny is een Fries. En Friezen zijn fantastisch. Alleen van de hitte houden ze niet zo van. En ik vind het welzijn van mijn paarden altijd het allerbelangrijkst. En ja, als mijn paard bijvoorbeeld warm heeft of moe heeft, wil ik hem niet dwingen dat hij door moet lopen. Dat vind ik gewoon zielig, dat wil ik niet. Dus ik dacht, ik wissel Johnny voor Yves. Want Yves is ook echt geweldig. En ik ken haar al sinds ze een veulentje is. Kijk deze veulenfoto's. Hoe schattig zijn die? Oh, ik ben zo verliefd op Yves als veulentje. En kijk hoe jong ik nog ben. Met die achterlijke pony. En kijk dan deze foto met haar haar hier. Aan de zijkant. Wat dacht ik? Geen idee. Ik dus Johnny wisselen voor Yves. En dat betekende dus dat ik met Yves naar het Nederlands kampioenschap mocht. En ik had er heel veel zin in. Maar ik was ook heel erg zenuwachtig. Omdat Yves dus altijd zo pittig kan zijn, was ik een beetje zenuwachtig. Maar ik was heel erg geconcentreerd. En mijn trainer Tineke Bartels was er ook. En zij is echt een van de allerbeste trainers ter wereld. Ze heeft al meerdere Olympische Spelen meegedaan. Haar dochter Imke heeft ook aan Olympische Spelen meegedaan. En ja, dat zijn serieus, ik leer er zoveel van. En gelukkig kwam ze helpen met losrijden. En ik ga hier eventjes een paar stukjes laten zien. Nou, de eerste video die jullie gezien hebben van het losrijden, zag je dat ik schouder binnenwaarts reed. En daar moet je vooral gewoon zorgen dat je paard goed, mooi ritmisch blijft. En dat je heel stil met je handen blijft. En daarna ga ik eventjes van hand veranderen en dan doe ik travers. En alles moet er gewoon heel mooi, vloeiend en makkelijk uitzien. En je paard moet lekker los door zijn lijf zijn. En ja, je hoort op de achtergrond, als je heel goed luistert, mijn juf Tineke praten. En het is zo handig als je trainer erbij is, want die kan continu in je oor zeggen wat je moet doen. Dus als je heel erg zenuwachtig bent of gespannen, dan is het heel erg handig als dus iemand je ook een beetje gewoon vertrouwen geeft. En dat heb ik heel erg als Tineke er is. Eigenlijk is een trainer een soort extra hersens, want die zeggen ook dingen tegen je. Nou, toen gingen we galopperen. Jullie zagen dus dat we gingen galopperen. En eenvoudige wissels zijn dus van galop, galop, galop naar stap. 3 tot 5 stappassen en dan weer galop. En dat moet er ook allemaal heel makkelijk en vloeiend uitzien. En het lijkt heel erg makkelijk, maar het is niet zo makkelijk. Want je paard kan soms denken aan halt houden of aan draven. Of je gaat in de verkeerde galop weg, want je moet dus van de linker galop naar stap en dan naar de rechter galop. Of andersom, dat is een eenvoudige galopwissel. En een vliegende galopwissel is als je in galop een wissel maakt. Dus dat oefenden we ook heel goed tijdens het losrijden. Want dat kan ik soms nog wel eens fout doen. En het handige aan paardrijden is, je weet altijd als je een fout maakt, dat het aan jezelf ligt.
zagen jullie aan het einde dat ik echt helemaal goed losgereden was. Dat hij heel mooi galoppeert, dat je je handen heel stil kon houden. Dat hij heel mooi draaft en we waren dus bijna klaar om de ring in te gaan. Maar wat een heel belangrijk ding is, wat ik geleerd heb de afgelopen tijd is, als je aan het rijden bent, denk je vaak aan steeds de volgende oefening. Maar wat ik tegenwoordig doe, is dat ik elke pas tegen mijn paard zeg, nou, dit gaan we doen, dit gaan we doen. Dus eigenlijk elke pas ben ik bezig, want ik ging bijvoorbeeld galopperen en van hand veranderen. En dan moest ik contra galop. En contra galop is dat je galoppeert in niet de galop die op die hand is. Dus ik ging galopperen en dan ging je steeds omspringen, want Yves kan tegenwoordig wissels. En ik dacht, shit, hoe kan het nou? Maar ja, dan doe je dus gewoon zelf niet goed. Dan moet je zelf aan je paard blijven vragen. Als je dus van hand gaat veranderen, en dat je zegt, ja, aan de rechterkant, linkergalop. En ja, dat werkt echt mega als je elke pas tegen je paard zegt, oké, dit gaan we doen. Dat deed ik ook in de ring en ik ga nu een stukje van mijn proef laten zien. En ik ben echt zo trots op Yves. We kwamen de ring in en Yves was on fire. En ik was wel nog een beetje gestrest, omdat ik dacht van, oké, weet je, hij is wel heel, of zij is wel heel erg on fire. Gaat het allemaal goed komen? Gaat hij niet ineens op hol? Maar oké, let op. Jury toch niet, hè? Nou, dan moet je ook maar blijven rijden. Nou, jullie hebben mijn proef gezien en ja, dan is het spannende moment daar. Want het is een jurysport en de jury's geven je de punten. Je hebt uiteindelijk helemaal niks aan een goed gevoel. Ja, het is leuk voor je eigen leven, maar ja, de jury's bepalen. En ja, we moesten dus wachten op de punten. En dan sta je in de stal en dan is het zo zenuwslopend. En toen, bam, kijk, hier zie je de uitslag. Kwam ik op plek 2 binnen en de eerste 8 mochten naar de finale. Maar er moesten er nog heel veel. Er moesten er echt nog 18. Dus alles kon nog misgaan. En ja, ik was alleen maar aan het duimen van, oké, alsjeblieft bij de eerste 8. Want ik wil zo graag finale rijden. Uiteindelijk de hele tijd die pagina refreshen. Blijf ik bij de eerste 8. En ik bleef steeds 2e staan. Dus op een gegeven moment denk je van, oké, yes. Het moet lukken. Uiteindelijk mijn 2 grootste, nou, niet echt concurrenten. Ze zijn gewoon 1000... keer meer ervaren en echt goede ruiters. Die heette Kimberly en Dennis en die moesten nog. En ik wist 100%, oké, die gaan er nog boven. Dus uiteindelijk kwamen die er ook boven en ging ik naar plek 4. En mocht ik als 4e de finale rijden. En uiteindelijk reden er 60 mee in die rubriek. Dus dat was heel erg cool dat ik bij de beste 8 zat. En toen mochten we finale rijden. Het was echt een droom om in de finale te rijden op het Nederlands kampioenschap met Yves, die ik al zo lang heb. Helaas, wat ik dus heb als ik super blij en tevreden ben, want ik was dus al blij dat ik in de finale mocht rijden. Ik dacht, mijn doel is al bereikt. Mijn dag kan niet meer stuk. En dan mis je net een beetje dat, ja, dat scherpe randje. Die vechtenslust, dat je denkt, ik moet scoren, ik moet ervoor gaan, ik moet die finale halen. Ja, die had ik al gehaald. En dan ga ik foutjes maken. Dus in mijn finale proef maakte ik wat foutjes. Uiteindelijk nog een goede score. Wat ik niet had verwacht. Dus ik was er heel erg blij mee. Thank you.
Uiteindelijk zijn Yves en ik 14e geworden van heel Nederland. En in de selecties van de regio zijn er al 100 ruiters afgevallen. Uiteindelijk de beste 60 reden op het Nederlands kampioenschap. En wij zijn samen 14e geworden. En ik ben zo ontzettend trots. Want we kunnen nog zoveel beter. We kunnen nog zoveel leren. En het geeft me zo'n goed gevoel voor de toekomst. En kijk, dit is het lint. Hij is zo gaaf. Wacht, ik klim eventjes op de bank. Hoe mooi is dit lint? Iedereen in de finale kreeg zo'n lint. En ja, kijk, hier zie je op de foto dat Yves het lint om heeft. En nog met mijn moeder erbij. Ik ga nu naar stal en kijk eens hoe heerlijk als je dus lekker je deur uitkomt. Lekker geslapen, volgende dag. Ja, wat een droomplek. Zo, we zijn buiten en ik ga natuurlijk als eerst even Yves een dikke vette ochtendkus geven. Kijk, als het vet warm wordt bij ons, dan doen ze altijd een soort doeken hier overheen. Omdat anders gaat de hitte zo snel in de stallen en ja, de zon staat hier de hele dag op. En in Brabant is het altijd vet warm, of in ieder geval sneller warm. Kijk, gisteravond teruggekomen, kijk eens wie we hier hebben. Allerliefste Yves. Hoe gaat het met je? Heb je lekker geslapen? Oh. Hallo. Oh, meteen even lekker wat hooi stelen. Je hebt het super goed gedaan. Yves, ik moet mijn vrachtwagen gaan schoonmaken. Het is zo een rommel. En altijd als je op... Wat zit jij te snuffelen? Hé, hey, Appie. Met je mooie hoofdje. Altijd als je op wedstrijd gaat, echt de vrachtwagen ontploft. En dat gaat wel even een flink klusje worden. Yves, daarna gaan wij lekker nog knuffelen. En jij gaat lekker op de wei. Lekker buiten spelen. Wacht, ik ga brokjes voor je pakken. Ja, wacht, je wilt brokjes, hè? Je wilt brokjes. Oké, krijg je natuurlijk. Yves, komt eraan. Yvie. Yvie, brokjes. Yvie. Kijk eens. Ik hoorde je al hier een keer. Kom, ik doe het wel even in je bak. Die heb je wel verdiend. Kijk, vet cool. Deze kreeg ik van de moeder van mijn vriendje voor geluk. En hij heeft geluk gebracht. Kijk hoe mooi die is. Op naar de vrachtwagen, jongens. Hij is zo erg. Dus gaan we ervoor. Oké, jongens. Ik ben hier niet trots op. Maar... dit moet even opgeruimd worden. Wat een gekke huis, jongens. Kijk, ik moet hier eigenlijk planken maken. Want dit, wat hier allemaal ligt, dat heb ik hier niet neergelegd. Maar doordat je gaat rijden, dan stort het allemaal neer. En mijn hoofdstel moet ik even schoonmaken. Vrachtwagen moet ik schoonmaken. Mijn zingel moet ik eruit halen. Het dekje moet ik wassen. Oh mijn god, kijk hoe goor dit is door het zweet, man. Kijk, ik heb wel echt hele vette beugels, roze beugels. Kijk, hier in de vrachtwagen heb ik als het... Oh ja, kijk, hier zijn mijn punten. Nou, je krijgt dus 3 juryleden op een Nederlands kampioenschap. Normaal krijg je er maar 1. Maar binnenkomen 7, uitstrekken 7,5, afwenden 7,5, 7,5, 7. Door B door een S van hand veranderen 8. Als binnen, schouder binnenwaarts had ik vet goed geoefend met losrijden ook een 8. 7, 7,5. 5 voor de stap, klopt, want dan was het niet goed. Deze keer werd ik ging goed naar rechts. Naar links ging hij ook helemaal niet goed. Halthouden moet ook nog echt beter doen. Dat wil Yves niet. Die is veel te druk voor het halthouden. Uiteindelijk hier nog een 8 voor de houding in zit. Daar heb ik ook heel veel op geoefend. Complimenten. Combinatie met kwaliteit. Eenvoudige wissels moeten aandacht hebben. Ja, dan moet ik nog, gelop moet ik sowieso nog heel veel met oefenen. Ook veel 6,5. En dan van deze jury ook een 8 voor het binnenkomen. Want ik kan ook heel cool binnen. 8 voor het uitstrekken, dat ging ook goed. Ook dezelfde jury gaf ook een 8. Met BS van hand veranderen. Dit appiëren ging ook echt super goed. Ja, 4 klopt. Ging vet slecht. Halthouden ging ook vet slecht. En dan hier in glop ook weer wat lagere cijfers, want ja, daar moet ik ook wat dingetjes verbeteren. En ook van deze uur kreeg ik een 8 voor mijn houding in zit. En hier allemaal 7 en 7,5. Succes, mooi. Constant beeld, super draf. Ja, de draf is ook het allerbest. En de derde jury bij Zee, die was wat zuurder, maar dat hoort er ook bij.
En ja, weet je? Twee juryleden waren vet positief. Eentje wat minder. Ja, meeste stemmen gelden. Dus ik zeg, die andere twee hebben gelijk. En het was ook echt super cool. Want ik sprak iemand van de KNS. En die had ook mijn proef gekeken. En die had ook naar de punten gekeken. En die zei dus ja, die punten van die twee juryleden die wat hoger waren, die klopten. Dus dat was ook echt heel vet. En ik kreeg veel complimenten van mensen die zeiden, oh wat knap dat je dan hem van Veulentje helemaal tot hier heb gekregen. Dus dat was ook super cool. En ja, het is zo vet om daar te rijden. En de paardensport is zo'n mooie sport. Omdat gewoon het mooiste dier op aarde is je teamgenoot. Ik vind dat zo cool. Nou, ik ga maar heel snel aan de slag met opruimen. Want dit wordt zo'n lang werk. Ik ga dik anderhalf uur bezig zijn. Dan wil ik tegen jullie zeggen, nu bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog voor Yves. Want hoe trots zijn we op onze lieve Yves. Een van de allereerste paardenpaardpaarden. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Doei!